Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik kom net thuis en het eerste wat mij opvalt is dit hier. Kijk, ze hebben het dekentje daar gelegd. Daar is het huisje zo helemaal. Daar zit onze muffin. Oh, sorry. Te eten. En ze heeft er ook van alles gedaan. Dat valt mij zo net op zo. Zeggen van, hè? Ja, hè. Dat is echt wel tof dat ze zo een beetje geamuseerd hebben, blijkbaar. Ik heb liever dit. En dat is de kabels losbijten of zo. We zullen eens kijken of de kat boven ook nog zit. We gaan eens kijken, hè. Die kruipt net onder het bed. Die kruipt net onder het bed. Daar zit ze. Daar zit ze. De rakker. De kattenhuizen. Ik focust op de grond. Niet op mijn kat. Daar zit ze. Goeiedag, Christeltje. Goeie mooie dag. We hebben ons weer heel hard geamuseerd op school. Het ging over verjaardag. Iedereen kent wel een verjaardagsfeestje met cadeaus of zonder cadeautjes. En daar ging het eigenlijk een beetje om. Dus het was wel leuk. Die vroeg het ook. Dat ik auditie ga doen voor K3. Want dat vind ik echt wel super leuk eigenlijk. Dus ja, dat gaan we eigenlijk wel doen. En dat vind ik ook wel super leuk om ook om te vertellen. Of ik geselecteerd ben, dat weet ik nog niet. Dus vanaf wat... de 15.03 weten we of we geselecteerd zijn, ja of nee. Dus dat kan even duren. Ik denk misschien wat je aan het strippen. Ja, ik ben even aan het strippen, want ik heb het echt wel te warm. Zo. Voilà. Een beetje strippen. Deze week ga ik maar één keer naar school, want ik ga ook nog eens naar Gent. Dus normaal gezien is het 2 keer, maar nu ga ik 1 keer. Dus ja. Dat is wel leuk, ik heb ook gespeeld met de zandbak. En zo'n ding allemaal, dat vind ik wel leuk eigenlijk ook. Zandbak ken ik allemaal goed voor mijn konijnen. Dus ik ooit een zandbak maken is voor mijn peterkind, maar dat zal het echt wel een goede zandbak zijn. Eén die je zo binnen en buiten kunt verplaatsen zonder dat er een probleem is of zo. Dus dat is sowieso, dus... maar nu ga ik even genieten van mezelf. Ik ga nu een heel speciale video maken. Ik vind het echt wel leuk eigenlijk, zo een regenboog video. Mensen weten wel dat ik een transgender ben. Veel mensen weten dat toch niet. Zeker op TikTok zijn er heel veel mensen die altijd vragen, bent u een meisje, bent u een jongen? Op zich positief. Een stukje wel omdat ze niet weten wie je bent. Maar aan de andere kant is het toch altijd wel een beetje... Ik zie al vleggen. Zo. En dan ga je nu een video van maken. Ik ga eens kijken hè, hoe dat we dat gaan. Ik ben een trans boy en daar ben ik heel fier op dat ik dat ben. Dus van iedereen weet dat trouwens al op dingen, maar ik heb het zo gemaakt eigenlijk op TikTok. Dus dat ga ik straks plaatsen, want ik ben fier dat ik een transgender ben. Ik ben er fier op bij mezelf, dus ik wil eigenlijk gewoon een jongen zijn. Zoals iedereen een jongen wil zijn. Dus ik ben er heel fier op dat ik dat kan zeggen. Het taboe daar rond is nog altijd super erg eigenlijk. Je merkt nog altijd dat dat eigenlijk nog iets is waar veel mensen problemen mee hebben met het woord gewoon al te horen. Veel mensen lachen daar ook om en wij merken dat, allee, ik merk dat vooral in, als ik in de live terechtkom van mezelf. En ik zeg dan ik ben een transgender of ik ben dit of dat. Dan krijg je altijd het antwoord van ja dit of dat. En dat vind ik wel heel erg eigenlijk ook naar andere mensen toe. Die nog uit de kast willen komen.
even gaan kijken, want ik had het laatst namelijk op TikTok. Dat is wat de bedoeling is, dus dat gaan we doen. We moeten plaatsen. En laat vooral de mensen, andere mensen gewoon. Ik zie wel wat andere mensen reageren. En ik doe me dan niet zo heel veel wat andere mensen reageren. Ik doe gewoon mezelf. En mezelf zijn is al moeilijk genoeg. Dus moeten er ook nog een geluidje achter kunnen zetten. Doen. Ik had hier daarnet een liedje, maar ja, ik ben het kwijt. Dat ik ja. Verkeerd heb gedrukt, ik zal het zo zeggen. Dus, maar ik ga het nu even terugzoeken. Ik had het ondertussen te eten. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Dus vond je het een leuke video, zeker dat omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.